Het ging eigenlijk, we zijn hier op Bonaire met de auditie gestart. Ja, het ging eigenlijk heel goed. We hebben enorm veel talent hier op Bonaire, maar ja, dat wist ik al een beetje stiekem. Dus, maar we zijn wel blij dat we zoveel kinderen binnen hebben gekregen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je kan veel talent hebben hier rondlopen, maar als ze niet komen, dan kunnen wij er natuurlijk niets mee. En we hebben er heel veel binnen mogen krijgen. Dus daar zijn we heel blij mee. Heeft u verwacht meer dan 60 jongeren, kinderen vandaag voor het auditie hier op Bonaire? Nee, we hadden helemaal niet verwacht zoveel kinderen te krijgen, want ook niet iedereen had zich ingeschreven. Dus we waren ook een beetje, we dachten, nou, afwachten wat er komt. En we hadden er wel een aantal ingeschreven, maar er kwamen er eigenlijk veel meer dan we hadden verwacht. Dus dat is natuurlijk geweldig. Ja. Wat wordt nu de volgende stap voor deze kinderen die gekozen worden? Nou, de volgende stap is eerst geld. We moeten even, dus de Bonaireaanse gedeputeerde bij deze. Maar de kinderen gaan nu verder, gaan nu kijken, indelen, kijken waar we plek voor hebben. Want we zijn nog niet zo heel groot, dus we zijn nog op zoek naar een nieuw gebouw hier. Dus we zijn nu bezig, dus we moeten nog hier nog eventjes in de wat kleinere ruimtes. We moeten kijken wat voor plekken hebben we. En dan gaan we groepen indelen. Dat doen we gezamenlijk met een team. En die kinderen gaan we vanaf september opleiden. Dus we gaan gewoon starten. En ik hoop er zoveel mogelijk, hopen we er een plek te kunnen geven, ja. Nou, er is altijd kans voor nog een auditie, want we doen sowieso nog een na-auditie, want dat is belangrijk. We konden nu niet meer kinderen hebben en we gaan nog sowieso een na-auditie doen. Of ik er zelf bij ben, dat weet ik nog niet, dichter aan wanneer de auditie is. Het team weet nu hoe het hier gaat, hoe het gaat met audities, dus ik ben nu niet meer zo belangrijk. Dus ik kan ook op afstand altijd bij. Maar ik vind het wel lekker om even naar de zon toe, vanuit het regenachtige Amsterdam, ja. Ik wil toch als laatste een boodschap van u hebben voor de ouderen die kinderen hebben, die toch iets willen doen met dansart, zingen en acteren. Nou, ik wil alle ouders toch wel zeggen dat het heel belangrijk is om kinderen te laten dansen, zingen of acteren. En hier op Bonaire is het heel belangrijk, de kinderen zijn heel introvert, dat valt me heel erg op. Ze hebben heel veel talent, er is veel talent hier, maar wel heel introvert. En ze moeten wat extroverter worden, dat is voor hun carrière belangrijk, voor hun toekomst belangrijk. En ook bewegen is gezond, dat is ook belangrijk. En we willen ook heel graag natuurlijk talent vinden. Dus we zouden zeggen, kom gezellig een keertje langs en doe of een recreatielesje mee, of ga auditie doen voor de vooropleiding. En dat je misschien wel een heel mooie vak er ooit van kan maken. Want het is een prachtig vak, performing arts. Ja.